Hallo, dit is deel 2 van de tutorial website maken met Flash MX. We waren gebleven op bladzijde 9, pagina 9. En even kijken, we hadden geklikt op scene 1. En dan staat er: maak een nieuwe laag en sleep hem onder laag 1. Daar gaan we mee verder. Nou, voordat ik dat doe, ga ervan uit. Het kan zijn dat je Flash MX gewoon nog op je scherm hebt staan, maar als dat niet zo is, laat ik even zien hoe je die ook alweer moest openen. Klik op Start, Applicaties, Macromedia, Macromedia, Flash MX. Dat duurt weer eventjes. Oké, hier is ons programma. Ik ga eerst even mijn website openen, voor zover als die klaar is. Ik klik op File en dan Open. En dan ga je zoeken naar de plaats waar je hem hebt opgeslagen. Waarschijnlijk ergens op jouw H-schijf. Ik heb een website genoemd, dus daar klik ik op en dan op Openen. Nou, dit was de website zoals die eruit ziet. Je ziet, hij is een beetje ingezoomd. En dat wil ik niet, want dan moet ik daar gaan scrollen om dingen te zien. Dus ik klik hier op dit pijltje naar beneden en dan op Show Frame. Show Frame. Dan zie ik in één keer weer alles van mijn website. Zover waren we. Oké, ik ga verder in het boek. Maak een nieuwe laag en sleep hem onder laag 1. Nou, je zou inmiddels moeten weten hoe dat werkt. Je klikt met de rechtermuistoets op laag 1. En je klikt op Insert Layer. Layer 3 hebben we nu. En die moet ik slepen onder laag 1. Dus ik klik en ik sleep die laag onder laag 1. Dus je hebt nou de volgorde 2, 1, 3. Zie je ook in jouw boek staan. Dan staat er klik op de Rectangle Tool. Daar gaat die dan. Ik moet nu bladeren naar bladzijde 10. En daar staat bovenaan, stel de kleuren als volgt in. Weer geen rand, klein pijltje, geen rand. En de opvulkleur is grijs. Nou, mag je zelf een grijze kiezen. Ik kies de derde van boven. Nou, laat ik de vierde pakken. Deze. Dus je hebt hier wit, die grijze, maar ik pak die. Dus dat is de vierde van boven. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Teken een rechthoek onder in het scherm op het zwarte gedeelte. Hoe groot die is, maakt nu even niet uit. Ook al is het niet precies zoals in jouw boek, is niet erg. Want we gaan die nu instellen. Er staat in jouw boek, kies het zwarte selectiepijltje. Deze. Klik op de grijze rechthoek. Hij is nu geselecteerd. Stel de properties van de rechthoek als volgt in. De width is 125. Dat heb je al een paar keer gedaan, dus dat mag niet meer moeilijk zijn. De hoogte is 50, de x is 75 en de y is 536. En je ziet jouw knop komt keurig hier onder het plaatje te staan. Dan, de grijze rechthoek is nog steeds geselecteerd. Druk op F8 op uw toetsenbord. Jullie drukken op F8. Ik klik op Insert, Convert to Sample. Is hetzelfde. Hetzelfde effect. We gaan een symbool maken van deze rechthoek. Hoe moet die heten? Die heet Buttons. En het is een movie clip. En het blokje staat linksboven. Oké. Klik in het menu boven in het scherm op Edit. Copy. Klik met de rechtermuistoets op het zwart naast de grijze rechthoek. Oké. Klik op Paste in Place. Daar klik ik. Het lijkt alsof er niks gebeurd is, maar er staan hier nu twee rechthoeken over elkaar. Oké. Ik blader naar bladzijde 11. Klik op de grijze rechthoek. Verander de x-waarde van de rechthoek in 206. Dus bij x moet nu 206 komen staan. Dan zie je dat die verspringt van daar naar daar. En dan zie je ook dat er twee knoppen zijn. Oké, klik in het menu boven in uw scherm weer op Edit Copy. Dit gaan we een paar keer doen. Gewoon telkens hetzelfde. Rechtermuistoets.
paste in place kan ik niet doen. Dan doe ik paste. Kijken of dat ook werkt. Klik op die grijze rechthoek. Verander de x-waarde in 337. Oké, ik heb nu een probleempje. Er is iets niet goed gegaan. Dan ga ik nog een keertje. Edit. Copy. Edit. Paste in place. Ik heb straks waarschijnlijk iets niet goed gedaan. Moet ik het even opnieuw doen. Nu staan er hier twee grijze vlakjes over elkaar. Ik klik daarop. Ik maak van de x 337. Okay. Klik in het menu boven in je scherm op Edit, Copy. En dan mijn rechtermuistoets. Ik doe hier iets niet goed, want ik zie geen paste in place. Edit, Copy, Edit, Paste in place. Oké. Okay. X-waarde veranderen. Even kijken, waar ben ik? 469. Edit. Copy. Rechtermuistoets. Dit is raar. Moet je telkens twee keer doen. Waarom dat zo is, weet ik niet. Doe ik het maar twee keer. Copy. Paste in place. Ik blader even naar bladzijde 12 om te zien dat de laatste x600 moet zijn. Dus moet ik hier 600 van maken. Oké, ik heb nu 5 knoppen hieronder staan. Dan staat er selecteer de tekst tool A. Dat is deze knop. Daar klik ik. Stel de properties van de tekst zo in. Hier maak je van trebuchet. Kijk waar die staat hier. Trebuchet. MS met een lettergrootte van 24. De letters moeten wit zijn. En vet, nou die staat al ingedrukt, dus dat is goed. Typ nu op het midden van de buttons de volgende teksten. Nou, dat is een kwestie van typen. Je klikt maar ergens en je typt eerst home. Nou, je ziet dat die niet in het midden staat, dan moet je hem even slepen. Slepen gaat zo, je gaat op die rand staan, die buitenrand. En dan zie je de muisaanwijzer veranderen, zodat hij er zo uitziet. En dan kun je hem neerzetten waar je wil. Je zet hem nou in het midden van de knop. Portfolio, deze zijn. Slepen. Naar het midden. About. Frequently Asked Questions, FAQ. Ik ga het niet uitspreken. FAQ. En tenslotte contact. Oké. Ik wil even iets uitproberen. Goed zo. Het is moeilijk om die precies op de gelijke hoogte te krijgen, die woorden. Als je ze precies hetzelfde wil, dan moet je bij elk woord moet je de i-waarde hetzelfde maken. Dus zeg maar in dit geval 540. Ik klik overal op het woord en dan maak ik hier 540 van. Dan staan ze dadelijk allemaal mooi gelijk. Het staat niet in je boek. Klein extraatje. En contact ook 540. Zo, staan ze allemaal mooi op dezelfde hoogte. Oké, dan staat er in jouw boek, maak een nieuwe laag boven de knoppenlaag. Dit is de knoppenlaag, laag 3. Daarboven, nou ik klik gewoon op layer 3. En dan op insert layer. Dan komt er vanzelf layer 4 boven staan. Al 4 lagen. Staat de timeline, ziet er nu zo uit. Nou, dat klopt. Het is precies hetzelfde als in het boek. Klik in frame 1 van laag 4. Klik. Klik op de rectangle tool.
Dat doe ik. Stel de kleuren zo in. Dat moet je inmiddels wel kennen. Dat is niet zo moeilijk. Kleur is wit. Oké. Teken een witte rechthoek over de eerste knop. Oké. Beetje mekken. Hij gaat vanzelf al een beetje uitlijnen. Hè? Dus die witte rechthoek die kan er makkelijk overheen getekend worden. Dan staat er kies het zwarte selectiepijltje. Oké. Klik op de witte rechthoek. Oké. En druk op F8. Bij mij is dat. Gaat zo. Insert, convert to symbol. Symbol heet button. Met hoofdletter. Nu moet ik die behavior moet ik even veranderen naar button. Dit is een knop. Dat wil zeggen, als je daarop klikt, gebeurt er iets straks. Oké. Ik moet de registration moet ik centraal zetten. Dus die zet ik daar. Ik blader door naar bladzijde 14. Daar staat klik op OK. Dubbelklik op de witte rechthoek. Oké. Dat doe ik. Sleep de. Even kijken. Staat de timeline ziet er zo uit. Dat klopt. Dit is de timeline. Kijk maar, timeline. Dit is hij. Sleep de witte stip naar rechts onder hit. Oké, dus ik klik met links en ik sleep naar rechts. Zo. De timeline ziet er nu zo uit. Nou, klopt. Hetzelfde als in het boek. Dan staat er klik op scene 1. Hier staat scene 1. Daar klik ik. En je ziet dat jouw witte knop blauw is geworden. Dat is zo omdat die witte knop nu onzichtbaar is. Als je dadelijk jouw website gaat bekijken, dan zie je alleen die grijze knoppen. En dat lichtblauwe zie je niet. Dat noemen ze een onzichtbare knop. Dus dit zijn gewoon graphics, gewoon plaatjes die we gemaakt hebben. Met letters erop. En daar overheen zit een onzichtbare knop. En als je daarop klikt, dan gebeurt er iets. Maar goed, dat is voor later zorg. We gaan nu hetzelfde doen als bij die knoppen die we eerst gemaakt hebben. Die onzichtbare knoppen gaan we kopiëren. Dus ik klik even op die knop. Ik klik nu met links. Dan klik ik op edit, copy. Nou, dan gaat hij weer. Edit, paste in place. Er staan twee over elkaar. Dan ga je de x-waarde veranderen. Er staat dat je er eentje moet slepen naar rechts, over de tweede knop. Oké. Dus we gaan hier niet de x veranderen, we doen het zo door te slepen. Prima. Ik blader naar bladzijde 15. Daar staat edit, copy. Edit, paste in place. Nou, dit gaan we telkens hetzelfde doen. Die ga je slepen naar rechts. Edit, copy. Edit, paste in place. Slepen naar rechts. Over die knop. Edit, copy, edit, paste in place. En de vijfde. Nu zit er over elke knop zit een onzichtbare knop heen. Oké, dan staat ga zo door tot alle vijfde knoppen blauw zijn. Dat is zo. Dan staat er maak een nieuwe laag boven laag 2. Dus ik klik met de rechtermuistoets op layer 2. En dan kies ik voor insert layer. Die nieuwe laag kun je nou niet zien. Die is er wel gemaakt, maar die kan je niet zien. Je moet even hier die schuifbalk omhoog schuiven. Dan zie je layer 5. Staat ook in je boek. Het kan zijn dat u de schuifbalk omhoog moet schuiven om de bovenste laag te zien. Nou, dat heb ik net gedaan. Ik ga door naar bladzijde 16. Er is een klein verschil. Ik zie bij layer 2 en layer 1. In het boek staat dat daar slotjes staan bij layer 2. Nou, die gaan we even maken, gewoon door daarop te klikken. Dat is prima. Twee slotjes maken. Klik in het eerste frame van laag 5. Dat is die laag die we net gemaakt hebben. Het eerste frame is hier. Daar klik ik. Dan klik op de rectangle tool. Dat is deze. Stel de kleuren zo in. Geen rand. Opvulkleur is zwart. Ok.
Oké, teken een grote rechthoek over uw tekening. Hierin komt de informatie. Oké. Nou, je mag zelf kiezen. Ik zou hem niet over dat plaatje zetten. Ik wil mijn figuurtje rechts nog wel blijven zien. Dus ik maak zo'n zwarte rechthoek. Kies het zwarte selectiepijltje. Klik op de zwarte rechthoek. Klik. Klik boven in het menu op Modify. Shape. Moet je even zoeken, waar staat die hier? Shape. Soften Fill Edges. Oké. Daar klik ik op. Ik moet even bladeren naar bladzijde 17. Daar staat, er verschijnt een nieuw scherm. Vul de volgende waarde in. Deze moet 20 zijn. En deze moet ook 20 zijn. Klik op OK. En dan zie je dat er een rand omheen komt. Klik op frame 30 van layer 5. Nou moet je even opletten. Dit is layer 5. Heel deze layer. Nou, waar is frame 30? Dat kun je goed zien. Daar staat hier 30. Hier moet ik klikken. Dat grijze ding. Oké. Ik heb met links geklikt. Dan staat er druk op F5. Oké, ik heb gedrukt op F5 op mijn toetsenbord. Even laten zien. Dit is jouw toetsenbord. Ik heb net gedrukt op F5. De timeline ziet er nu zo uit, klopt. Doe hetzelfde met frame 30 van elke andere laag. Dus eerst klik ik even naar links bij layer 2. En dan druk ik op F5 op mijn toetsenbord. Er is een probleempje, want ik heb net die laag op slot gezet. En dat was niet goed. Dus die slotjes moeten er weer vanaf. Anders kan ik die opdracht niet uitvoeren. Dus ik klik hier, druk op F5. En voor elke laag doe ik dat. Ik moet een beetje naar beneden. Kan ik die andere lagen ook zien. Dus ik klik hier. En dan klik ik. Druk ik op F5 op mijn toetsenbord. En tenslotte de laatste. Oké. Ik blader door naar bladzijde 18. Daar staat, maak een nieuwe laag boven laag 5. Moet ik weer een beetje omhoog. Hier is layer 5, laag 5. Daar moet een nieuwe laag boven komen. Oké, rechtermuistoets. Insert layer. Daarboven nog een nieuwe laag. Oké, ik klik met de rechtermuistoets op layer 6. Insert layer. Dan staat er klik in frame 5 van laag 7 en druk op F6. Dit is laag 7, dit is frame 5. Daar klik ik met de linkermuistoets en ik druk op F6. Dan staat er een klein bolletje. Dat is prima. Doe hetzelfde met de frames 10, 15 en 20. 10. Even kijken, welke was het? Hier moet ik klikken en dan F6. Oké. 15, F6, 20, F6. En dat was het. 25 hoeft blijkbaar niet. Oké. Dan staat er klik in frame 20 van laag 7. Laag 7, frame 20. Oké, daar klik ik. Druk op F9. Dan staat er het actions scherm komt tevoorschijn. Dat klopt, dat is deze. Zorg ervoor dat u in expert modus werkt. Nou, hoe doe je dat? Hier kun je van allerlei dingen aanklikken. Als je deze aanklikt, die pijl, dan moet je ervoor zorgen dat die in expert modus staat. Soms staat die in normal mode, dan ziet het er zo uit. Dan moet je even hier klikken. En dan hier klikken.
dan expert mode. Zo is goed. Als jouw actions frame er zo uitziet, dan is het goed. Bladeren door naar bladzijde 19. Voordat we nu verder gaan, gaan we eerst eventjes opslaan. Nog een keertje voor de zekerheid. Ik klik op File en ik klik op Save. Mocht er ondertussen iets misgaan, dan hebben we in ieder geval ons werk opgeslagen. Oké, bovenaan bladzijde 19 staat, typ in het actionscherm, stop. En dan haakje openen, haakje sluiten, punt, comma. Dan staat er, klik in frame 15 van laag 7. Oké. Typ in het actionscherm, stop. Nou. Haakje openen, haakje sluiten, punt, comma. Dan staat er, doe hetzelfde bij frame 10 en frame 5 van laag 7. Dus hier moet gewoon overal stop komen te staan. Dat was frame 10, frame 5. Sluiten, punt, komma. Blijkbaar hoeft dit niet in frame 1. Dat vind ik een beetje raar. Even kijken. Ik ga hier wel een stop zetten in frame 1. Ik denk dat er een foutje in het boek is. Doen jullie ook maar. Haakje openen, haakje sluiten, punt, komma. Goed zo. Dan staat er, klik in frame 1 van laag 6. Layer 6, frame 1. Oké, klik ik. Geef als labelnaam home. Nou, hoe doe je dat? Staan hier onderaan staan properties. Daar staat frame, frame, label. Als je daar klikt, dan kun je iets typen. En wat je moet typen is home. H-O-M-E. Alles kleine letters. Nou, dan staat eronder, klik in frame 5 van laag 6. Frame 5 van laag 6. En geef als naam portfolio. Oké. Ik ben iets vergeten. Ik had hier bij frame 5 van laag 6 en frame 10 en frame 15 en 20 had ik ook nog eventjes op F6 moeten drukken. Dus dat doe ik nu even. Frame 5 van laag 6. Ik druk op F6 op mijn toetsenbord, keyboard. Een momentje, want dan kan ik jullie laten zien. Even een beetje met mijn webcam spelen, zodat jullie kunnen zien wat ik aan het doen ben. Dus ik klik in frame 5 van laag 6, klik, en dan op mijn toetsenbord druk ik op F6. Oké, dat doe ik ook in frame 10 en frame 15, F6. 30, klik, F6, toetsenbord. Want hierin komen de labels te staan. Er komt zo'n rood vlaggetje en ik krijg een naam. Dit is home. Dan klik ik in frame 5 van laag 6. Die naam wordt portfolio. En deze heet about. Frequently Asked Questions, FAQ, en de laatste is contact. Okay. Enter. Ga ik door naar bladzijde 20. Uw timeline ziet er nu zo uit. Dat klopt. Dan staat er, klik in frame 5 van laag 5 en druk op F6. Frame 5 van laag 5. Druk op F6. Oké. Hetzelfde in laag 5, frame 10. F6, je toetsenbord. Frame 15 en frame 20. Oké. De timeline ziet er nu zo uit. Klopt hoor. Dan staat er, klik in frame 1 van laag 5. Laag 5, frame 1. Daar klik ik.
Kies de teksttool A. Ik klik even de Actions Frame weg, dan kan ik ook alles weer goed zien. Voordat ik nu verder ga, ga ik eerst even opslaan. Want dit is even het einde van deel 2 van deze tutorial. Ik ga verder in deel 3. Dus ga ik even opslaan. File, save. En ik sluit Macromedia even af. En straks gaan we verder in deel 3. Oké. Doei doei.